Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 1 februari. Het is in een groot deel van het land bewolkt en in het zuidwesten valt af en toe al wat lichte motregen. En de komende uren zal die bewolking zich verder gaan uitbreiden boven het land. Met name in het noorden en oosten waren er aanvankelijk ook nog wel wat opklaringen. Maar ook die opklaringen die gaan verdwijnen en die bewolking vanuit het westen die gaat dus alleen maar toenemen. Die bewolking die wordt steeds dikker en dat betekent ook dat er vanavond af en toe wat lichte regen of motregen kan gaan vallen. Het laatst zal dat zijn in het noordoosten van het land. De temperatuur die daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden vanavond. Er is veel bewolking aanwezig, zoals gezegd, en ook vannacht is dat het geval. Maar de regen die trekt dan wel geleidelijk aan het land uit. Vanuit het zuidwesten gaat het dan wat opklaren en komt er ook steeds meer zachte lucht onze kant op. Temperaturen die blijven boven het vriespunt. En morgen overdag dan wordt het zo'n 9 tot 12 graden. Maar in het zuiden van het land zal het me niet verbazen als het lokaal ook 13 graden gaat worden. Er zat een matige zuidoostenwind. Het blijft overal droog overdag. En het is uh, ja, van tijd tot tijd toch best wel zonnig. Later in de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en in de avond kan er dan weer wat regen gaan vallen in Zeeland. En die neerslag die trekt dan in de avond en nacht over het land. Vrijdag overdag blijft het dan weer op de meeste plaatsen gewoon droog. En ook dan is er af en toe zon bij temperaturen tussen de 10 en de 11 graden middags. Het weekend dat laat een ander gezicht zien. Het wordt dan een stuk wisselvalliger. Lage drukgebieden komen vanuit het westen opzetten. En dat betekent dat het van tijd tot tijd gaat regenen. Ook kan het af en toe flink waaien. De temperatuur ligt op zaterdag rond de 8 of 9 graden. Zondag is het waarschijnlijk 7 graden en er is nog een klein beetje hoop dat de zondag misschien wel mee gaat vallen en dat het overwegend droog zal zijn. Ja, en dan volgende week. Misschien heeft u in de media al wat berichten gehoord. Want er is kans dat de winter echt terug gaat komen. Maar het is een kans, want lang niet alle modellen zijn het daarover eens. Als ik de temperatuurcurve erbij pak, zal ik dat proberen uit te leggen. Nou, eerst die eerste dagen, donderdag en vrijdag zoals gezegd, hoge temperaturen. Dan is het bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Normaal is het overigens een graad of zes. In het weekend daalt die temperatuur naar een graad of acht. En maandag en dinsdag, dan hebben we ook te maken met temperatuur. Zo rond de 6 tot 8 graden. Maar dan zien we geleidelijk aan dat die lichtgrijze band steeds breder gaat worden. Ik ga het eventjes hier aangeven. Dan pak ik het potloodje erbij en dan zien we die grijze band. En eigenlijk komt het erop neer dat alle temperaturen. Tussen die band mogelijk zijn. De rode lijn geeft de gemiddelde temperatuur aan. En die ziet er eigenlijk vanaf woensdag heel normaal uit voor deze tijd van het jaar. Met temperaturen rond de 5 of 6 graden. En in de nachten ligt de vorst. Maar er zijn dus ook modellen die nu berekenen dat het vanaf woensdag gewoon gaat vriezen. In de nachten, lang gaat vriezen. Ook overdag komt dan de temperatuur nauwelijks boven het vriespunt uit. En dat zou dan weer een aantal dagen kunnen gaan volhouden. En als die modellen uitkomen, en dat is lang nog niet zeker, laat dat duidelijk zijn. Maar als die modellen uit gaan komen, ja, dan gaan we gewoon weer een vorstperiode tegemoet. Met ook uh, schaatsmogelijkheden. Maar zoals gezegd, dat is lang nog niet zeker. Er zijn nog heel veel modellen die gewoon komen. Met het wat zachtere en wisselvallige weer. Met die temperaturen, die dus heel normaal zijn voor deze tijd van het jaar. We moeten gewoon even afwachten hoe zich dat verder gaat uitpakken. Nou, mijn naam is Raymond Klaas voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.